Dimitri Tamsirand, kind van het district Kommerwijnen, die heeft zijn hart op de juiste plek wanneer het aankomt op onderwijsprojecten. Samen met SCSV Young Tiger heeft hij reeds een project uitgevoerd op een andere school waar zij verschillende renovatiewerkzaamheden hebben uitgevoerd. Een tweede school is intussen in beeld gebracht en dat is de school waar wij nu zelf staan. Er dienen tal van projectjes hier uitgevoerd te worden, want het is een school die ook wel kampt, zoals vele andere scholen in het land, met verschillende problemen. En de heer Tamsirand die wil samen met de lokale gemeenschap, samen met de lokale ondernemers, de werken hier opknappen. Vandaar dit vraaggesprek met hem, waar hij dan ook gelijk een oproep doet aan niet alleen de lokale bewoners, maar ook de ondernemers om dit project te helpen ondersteunen. U kunt op de Facebookpagina van SCSV Young Tiger of u kunt de heer Tamsirand persoonlijk bellen, want zijn telefoonnummer heeft hij ook doorgegeven. Hoe zult u dit project financieren? Goeiedag meneer Ganesh en kijkers, luisteraars. Het is zo dat we deze school willen gaan doen. Dat valt ook binnen Tamaregio. We hebben vorig jaar een school kunnen doen, OS1. En deze school is OS2 Tamaregio. Het was zo dat we die school eigenlijk wilden gebruiken als voorbeeld. Wat we eigenlijk voor Tamaregio willen betekenen. Vorig jaar hadden we donatiesboxen geplaatst op bepaalde locaties. Ik wil wel de lokale ondernemer Lexis Takeaway en crew bedanken voor hun locatie. En ook Joyous Suparto, Roy Boudou Service Station, daar hebben we ook een box geplaatst. Gezamenlijk hebben we een bedrag van 800 SRD kunnen ophalen. Ik wil het ook completeren met 1200 erbij, zodat het 2000 wordt. Als beginsaldo om de school te helpen voor hun nodige reparaties. En wat moet er gedaan worden aan deze school? Ik heb gesproken met de directeur. Ik heb ook een oriëntatiebezoek gebracht. Het gaat om sisters, het gaat om deuren, deurhendel, watertoevoer naar de toiletten. Een verfbeurt en als u zo naar boven kijkt, dan ziet u het dak dat het een of andere dag ook een beurt gaat moeten krijgen. Dus we kunnen alvast starten met dit kleins en later zullen we zien hoe ver we komen ermee. Ja. Maar hoe wilt u dit project dan verder financieren? Ik zou, kijk. In zo'n harde tijd heeft iedereen eigenlijk het moeilijk, weet je? Maar ik zou de lokale mensen van Tamaregio, lokale ondernemers vragen om een handje te helpen. In de vorm van materiaal, steen, heb je een halve pak cement, weet je? Zodat we elkaar kunnen helpen. Kijk, de school is al geplaatst door de regering. Maar als we geen onderhoud werkzaamheden aanrichten, heeft het ook geen zin. Dan gaat het na een jaar ook beginnen af te breken en hebben we ook niets eraan. Gaan we blijven klagen van, ja, we hebben een school nodig hier, we hebben een school nodig daar. Dus het is eenmaal geplaatst. Laten we even kijken wat we verder, of ja, de regering kunnen helpen met die werkzaamheden die gericht worden. En nu u toch, heer Tamsirand, nu u toch een bepaald beeld hebt wat er gedaan moet worden aan de school, heeft u begroot wat het u allemaal zal gaan kosten? Om eerlijk te zeggen, ik heb 2 tot 3 keren moeten begroeten. Dit jaar moet ik weer gaan begroeten, omdat we zien dat de prijzen zijn gaan stijgen. En ja, het gaat een mooi bedrag zijn, maar desondanks, we moeten kunnen starten met eigenlijk dat bedrag dat we al hebben, toch? Ja. En het zal mooi wat kosten, maar met goede wil en eigenlijk ondersteuning kunnen we het halen, ja. En hoe kunnen mensen dan SCSV Young Tiger bereiken, wanneer ze bijvoorbeeld nu naar u kijken en zeggen van nou,
ik wil ook mijn bijdrage leveren, want het gaat om een project, uiteindelijk een onderwijsproject. En onderwijs is toch wel basis in het leven van elk mens. Hoe kunnen ze SC, SV Young Tiger dan bereiken of uw persoon? Er is een Facebookpage van onze vereniging, voetbalvereniging. Kunnen ze hun comments daar plaatsen of op mijn nummer bellen, 867-3351. Dan 867-3351. Ja, dan kunnen we daarna onderhandelen wat en wat nodig is. Ja. En wanneer denk je een start te zullen maken met de eerste renovatiewerkzaamheden? We zouden eigenlijk al gestart zijn, maar we moeten begrijpen dat de mensen eigenlijk die dat werk moeten doen, of die dat zouden doen, het ook druk hebben om even te kijken hoe ze het halen deze maand, want het is een zware maand. Mm-hmm. Dus ik hoop het gauw te doen binnen februari om te starten ermee. Maar jullie doen het pro deo, hè? Dus alles maar gratis? Ja, ja, pro deo. We doen het met alle jongens. De jongens van onze sportvereniging Young Tiger en ook het bestuur. Ja. Ja. En wat kan je de mensen vertellen over deze school? Hoeveel kinderen komen hier? Wat kan je ons vertellen over deze school? Zo, deze school is er al jaren. Exact weet ik niet hoeveel kinderen, maar ik blijf het zeggen. Je hebt zelf niet hier gezeten? Nee. Hier heb ik niet gezeten. Maar ondanks dat wilt u de school helpen? Ja, klopt. Het is een school van de buurt en wij als buurtmensen moeten goed ernaar kijken. Het gaat erom, ik stel onderwijs toch nog steeds de basis om goede mensen daar te plaatsen. Om grote beslissingen te gaan nemen later. Ja. Ja. Voor de mensen die misschien onze eerste interview gemist had, heer Damsiran, jullie hebben het vorig jaar een andere school gerenoveerd, pracht van een project. We zijn bij de oplevering geweest. Om welke school ging het en wat hadden jullie daar precies gedaan? Het ging om OS 1, Tamarijo, zo ver. Vlak overkant Hagrebank. We hebben daar zo een complete renovatie gedaan aan toilettengroep. Ging op verfbeurt, de toiletten, plafond, wasbak, vooral wasbakken. Omdat het eigenlijk de periode was van COVID, startperiode. Nu zien we dat het erger wordt. Is ook de reden geweest waarom we dit willen gaan doen. Omdat we ook moeten kijken naar hygiëne van de kinderen. Ze moeten het leren. We gaan blijven leven met COVID. Dus ze moeten het aanleren dat ze altijd hun handen moeten wassen. Hun mondbedekking en de afstand. Ja. Dat is belangrijk. Tot slot, misschien wilt u nogmaals aan mensen die dit project willen ondersteunen, heer Tamsiran, misschien kunt u nogmaals een oproep aan hun doen. Ja, beste mensen, vooral in het bijzonder Tamanrejo. Ik ga in de loop van deze dagen een bezoek brengen aan de lokale ondernemers, de warungs. Ik hoop dat ik jullie ondersteuning krijg om eigenlijk Tamanrejo te helpen met het renoveren van de toiletten.